Wat verwacht u van vandaag? Bij de eerste 10. Hoge verwachtingen. Eerste plek natuurlijk. Dames en heren, hartelijk welkom bij de uitreiking van de Beste Werkgevers Award 2011. U zit hier vandaag om meer inzicht te krijgen in de geheimen van goed werkgeverschap. We zien de volgende basisingrediënten die essentieel zijn voor een energieke, succesvolle organisatie. Mijn vraag is, zijn wij klaar voor de ideeën-economie? En in de ideeën-economie gaan we anders met onze tijd en onze energie om. Gedrag kun je niet veranderen, ja? En toch hebben wij dat heel lang geprobeerd met leiderschap. De grootste stijger qua tevredenheid met minder dan 1000 medewerkers. Het gezondheidscentrum asielzoekers. Dit is dus de grootste stijger. Dan is er natuurlijk ook een grootste stijger met meer dan 1000 medewerkers. Een grote. Ziggo! En het voelt super. De beste werkgever 2011 met minder dan 1000 medewerkers. Cool! Van harte gefeliciteerd. En vorig jaar toen stond je hier ook al even. Het is echt, het kan niet op. De winnaar van de beste werkgever 2011 met meer dan 1000 medewerkers is de volgende. Buurtzorg Nederland! Mag ik jou doen? Moest er toch eens voor komen. Winnaars verdienen alles. Als je trots bent op het team, dan ben je ook trots op het geheel. En dan ben je blij dat je onderdeel van dat geheel uitmaakt. Hartelijk dank. Tot ziens. Super leuke dag. Enthousiaste dag. De zon schijnt. En veel blije gezichten. Mooie winnaars op het podium. En ja, het is helemaal perfect. Klopt gewoon. En meer praten en luisteren naar medewerkers. En ja, daar kwamen een aantal zaken uit waar we nog in konden verbeteren. Dus met name leiderschap en keuzes durven maken. En daar hebben we heel hard aan gewerkt dit jaar. En ja, waanzinnig dat je dan echt overal prijswinnaar wordt. Heel gaaf. MUZIEK